Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Eigenlijk stond er vandaag een andere video op de planning, jongens. Maar we waren toevallig in het zuiden van het land, in Tilburg. En toen waren we in de Big Bazaar en toen zagen we daar vuurwerk liggen. Allereerst wil ik jullie even wat anders mededelen. MyPlasma heeft weer een gekke deal voor jullie. En geloof me, dit is de ziekste aanbieding die ze voor jullie doen. Op alle pyro sticks, dus ook op de mat zwarte, die heb ik helaas niet. Bij me nu zo, krijgen jullie 25% korting. De kortingscode PYRO20 staat hier in beeld. MyPlasma.nl krijgen jullie 25% korting, jongens. Geloof me, dat is echt een koopje, want daarvoor heb je hem echt voor een spotprijs in huis. We waren dus in de Big Bazaar in Tilburg. Gewoon even een rondje lopen voor de zekerheid, even kijken of ze daar wat hadden. En toen zagen we het volgende. Ja, jongens, ik ga even naar de Big Bazaar hier zo. Moet je kijken wat ze hebben. Ik heb helaas niet de camera bij me. Maar ze hebben hier dus al vuurwerk. Ik denk dat het nog is van vorig jaar. Alhoewel ik deze verpakking niet ken. Maar gewoon even alles erin doen. En dan stoken we het later op. Vorcano. Wat hebben we nog meer? Oh ja, die geinige pakketjes. Hoe kan dit? Het is september, jongens. Luchthuiler, die gaat ook mee. Wat is dat dan, joh? Oh, die ijsfonteinen. Ook lachen. Wat hebben we nog meer? Sterretjes nemen we niet mee. Fonteinen. Nou, pilly crackers kan ook in een doosje. Oh, knetterballen ook, joh. Ze hebben echt alles hier, jongens. Volgens mij is het echt allemaal nog over van vorig jaar. Maar het is wel gaaf dat ze het nu al hebben, dus... Pak je pilly crackers. 76 stuks erin. De prijzen weet ik echt niet meer, jongens, maar ja, het is allemaal oud vertrouwd. Ik denk zelf persoonlijk, we hebben contact met de Big Bazaar en ze hebben gezegd dat ze pas 1 september met de vuurwerkverkoop gaan beginnen. Dus alles wat ze nu hebben staan is waarschijnlijk nog wat over is gebleven van vorig jaar. Dus dan moet je niet naar de vestigingen gaan in Den Haag en Rotterdam en zo, want daar was alles gelijk als hyena's opgekocht. Maar de winkels een beetje in dorpjes en zo, daar zal zeker de schappen vol liggen, zoals jullie net ook hebben kunnen zien. Alles gewoon vol daar. Dit pakket. Nou, deze hebben we heel vaak ook gehad bij stoken in. Laat trouwens allemaal even in de reacties achter als jullie dit jaar nog ook een stoken in willen. En laat weten in welke stad. Ben ik ook wel benieuwd naar. Luchthuilers. Deze dingen zijn gewoon voor op ijs. Voor taart. Dat is niet heel erg bijzonder, maar ja. Ik had dat gezien, heb ik hem niet gehaald hoor. Oh ja, en de Vorcano. Die waren vorig jaar voor de eerste keer. Nieuw dus. En we hebben toch... Maar dat hebben jullie niet gezien in de video daarnet. Fonteinen assortiment gekocht. Omdat het nu ook best wel sfeervol is, dacht ik van die moet wel even mee. Nou, om te beginnen even met een luchthuiler, jongens. Het zijn niet die van Funke natuurlijk. Deze schieten niet weg. Altijd de aansteker van mijn plasma zo naar beneden houden. Dan wordt de aansteker ook niet vies. Fantastisch. Nou, ze zijn wel goed, maar geef mij daar maar die van Funke, man. Zo. Zat er dat? Even alles tegelijk, jongens. Ook met een plasma aansteken lukt dat. Hoppa, weg met je. Doe even een Vorcano. Die gaan we wel even rechtop zetten. Klein fonteintje. Die klinkt nog wel goed hoor. Shit.
En het volgende, jongens, dat zijn de pillycrackers. We gaan er even eerst eentje doen. Om jullie even weer een herinnering te geven wat het ook weer doet. Het zijn gewoon van die knetterballetjes. En voor de rest... Ja, die zijn echt niks. Maar voor de rest doen we gewoon het hele pakje in één keer. Hoppa, het stelt echt weinig voor, man. We hebben ook nog 25 knetterballen. Oh, die zitten, oh ja, dat, die zaten in die papiertjes. Als rookbal. Als rookbommen. Gewoon even een stooksessie doen. De rook blijft lekker hangen. Hoppa. Allemaal, hoppa. Hoppa. Ja. Hoppa, alles te beneden. Dan hebben we ook nog de grondbloemen. En zoals ik net al zei, deze verpakking ken ik niet. Kan aan mij liggen. Maar dit design ken ik dan weer wel. Dus het is gewoon hetzelfde als dat we gewend zijn. Maar altijd lachen, grondbloemen. Politiehelikopter. Ja, jongens, we hebben weer even een hekskring gemaakt. Oude vertrouwen. Hoppa, wegwezen cameraman. Hoppa. Wat waren de groenbloemen, jongens? Hebben we dit pakket nog? Zo is het echt nou te doen nu. Is dit pakket de moeite waard? Vooral deze vond ik altijd de moeite waard. Die hebben we net niet gezien, hè, deze. De Disco Crackling Fountain. Met stoken ingooien, er werd echt mega veel. Zo in het midden. Het was echt chaos. Let maar op. En als het goed is, komt er dan nog een crackling achter. Nou, dat was een hele lullige crackling. Nou, die flikkert dan beter. Net een flikker. Zo. Sommige knetteren dus ook beter. Hey jongens, even heel de pakje in één keer. Want we hebben het wel gezien. Oh. Hij moet niet die fontein in de fik gaan, hè? Dus we gaan ook even die fonteinen doen. Het zijn altijd mooie fonteinen. We hebben natuurlijk nog die ijsfonteinen. Dus wat kunnen we het beste doen? Pakken we even een ijsfontein, jongens. En dan proberen we ze gewoon even allemaal mee aan te steken. Hoppa. Hey, die fonteinen zijn wel low, man. Snel klaar. De andere twee ook.
dat was de video weer voor vandaag. Laat in de reacties achter of jij al bij de Big Bazaar bent geweest of er bij jullie al wat ligt. Bij sommige winkels ligt er dus al wat, maar het is allemaal vuurwerk van vorig jaar. Dus je kan nog wat assortiment van vorig jaar kopen. En eind september, begin oktober zeggen ze dat er een nieuwe voorraad komt. Dus daar kunnen we allemaal op wachten. Binnenkort meer tripvideo's ook naar buitenland. Die staan klaar voor jullie. Laat een like achter, zo steun je ons volledig. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video.